doen, we strijden voor een goede GGZ. Voor alle mensen in Nederland met psychische problemen. Meer dan 1 miljoen mensen per jaar die in behandeling zijn. Maar vooral voor de mensen die nu met psychische problemen kampen. Want wij weten als geen ander, maar helaas weet het kabinet het nog niet. Voor psychische problemen kies je niet. Nee, daar vecht je tegen. Ja. Maar wel, ja, het baart wel zorgen. Want in wat voor situatie zit jij? Ik heb heel lang psychiatrische problemen gehad, maar het blijkt nu door een lichamelijke aandoening te komen. Ja, dan kun je zeggen, het blijkt toe, maar daarmee is je leven nog niet op de rit natuurlijk. Nee, je woont in een studentenhuis, heb ik begrepen. En hoe gaat dat? Want er wonen meer studenten. Ja, gaat op zich goed. Ik heb wel begeleiding van... Allerlei mensen die jou helpen, ja. Dat kost geld natuurlijk. En hoe knoop jij de eindjes aan elkaar? Nou ja, ik heb wel het vakantiegeld dan nodig om ook zorg te betalen. En dat gaat alleen maar erger worden op deze manier. Ja. Hé, en luister, je zit met studenten en niet al die studenten zitten in dezelfde situatie, hè? Hoe kijken ze naar jou eigenlijk? Als ik het goed uitleg, dan hebben ze heel veel begrip daarvoor. Ja. Zijn ze geduldig ook een beetje met je? Ja, meestal wel. En hoe zie jij dat in de toekomst? Zie je dat dat gaat veranderen? Want je bent best bang dat het steeds moeilijker wordt om aan te haken, hè? Dat klopt. Als je minder mogelijkheden hebt om te kunnen meestuderen en mee te doen in de maatschappij, dan lig je er op een gegeven moment helemaal uit. En hoe gaat dat? Geef er eens een voorbeeld van. Wanneer merk je dat? Dat je er een beetje uit ligt? Nou ja, als er een studie zegt van je hebt te weinig studiepunten gehaald, dus we kunnen je niet verder helpen. Jij weet, dat komt dan door mijn ziekte eigenlijk. Ja, omdat ik te vaak ben opgenomen geweest en geen toetsen heb kunnen maken. Maar je kunt het daardoor misschien niet afmaken op de lange... Houden voor ogen, wie dit gaat gedogen, dus PVV, pas op je stem. Een eigen bijdrage kost arbeidsvermogen en zet ons herstel op de rem. Want Ingrid's depressie en Heinz's psychose vereisen toegankelijke hulp. We hebben zelfs niet voor die klachten gekozen aan psychiatrie. Om te realiseren de GGZ weg en bezwaar. We zijn effectief in het reïntegreren, we maken de mensen meer waar. Een eigen bijdrage legt schuld van het lijden onheus bij patiëntengroep neer. Een eigen bijdrage, die moet je niet vragen, ook nu kan het stigmatiseren.
Vrijheid van eigen bijdrage. Wij zeggen nee, de weekend overslaan. Wij zeggen nee, tegen eigen bijdrage. Yeah.